Hallo allemaal, vandaag een korte video over de V80 en de V60 van Quest. Het is de bovenste laag van de Quest metaaldetectors met een kanttekening. Ontzettend leuke metaaldetectors. Ik zie alleen geen verschil. Ja, er is wel verschil. Er is heel veel verschil zelfs. Uiterlijk gezien... Laat ik jullie het even zien en ik laat jullie even zien onder de motorkap wat de verschillen zijn. Als je qua uiterlijk kijkt, zie je het op het eerste gezicht niet zo heel erg, maar ze zijn er echt wel, de verschillen. Dat begint al bijvoorbeeld met de koptelefoon. Een van de eerste verschillen begint al bij de koptelefoon. Bij de V60 krijg je een Bluetooth koptelefoon, ovaal. Zit lekker hoor. Is helemaal niets mis mee. Gewoon een goede koptelefoon. Bij de V80 krijg je wel de Quest Wirefree Pro. En dat is eigenlijk voor iedereen een over-ear. Hij voelt wat rustiger op je hoofd. Hij knijpt wat minder hard aan. En je voelt net iets minder de buitenomgeving. Tenminste, je hoort net iets minder de buitenomgeving. Gewoon veel meer premium. We hebben aan de buitenkant nog één heel groot verschil. En dat is de steel. De steel van de V60 is van licht metaal, kunststof. Deze is van kunststof. Van kunststof. En deze is van een soort aluminium. Dus deze is een staalachtig kunststof. Kunststof. Als we dat bij de V80 doen, dan zien we dat zowel de bovensteel, de middensteel, het één na onderste segment zijn van carbon. En deze is ook van kunststof. Dus alles is van carbon, behalve de ondersteel. Wat is daarin het grote verschil? Gewicht, al is deze niet zwaar. Is deze een stuk lichter. En het heeft te maken met kracht. Als je zwaait, dan zwaai je heen en weer. En je schotel gaat dan deze beweging maken. En dat ga je voelen in je steel. Een carbonsteel is gewoon stijver. Dus je voelt veel minder die bewegingen doortrillen in je steel. Als we gaan kijken naar de display van de beide metaaldetectors, zijn ze allebei exact hetzelfde. Als we dan gaan kijken naar de programma's, dan komen we erachter dat er één programma meer zit op de V80 dan op de V60. We beginnen met Park. Dan gaan we allebei naar Field. Dan gaan we allebei naar Beach. Dan gaan we allebei naar Gold. Dan zit er hier een cachet en hier een P1. En dat is het verschil waar het begint. De P1 is een opgeslagen programma die ik zelf heb gemaakt. En de cachet is een diepgaand programma van Quest zelf. En dat is een beetje gek, want normaal zou je zeggen dat cachet de opgeslagen programma van jezelf is. Maar kijk, hier is P1 en P1 is mijn eigen opgeslagen programma. Dus deze heeft gewoon één programma gemaakt door Quest zelf meer. Als we naar de settings gaan, dus hier, dan lijkt ook alles hetzelfde. In principe is ook alles hetzelfde. Mits we gaan naar de gyrosensor. En dan zie je dat bij de gyrosensor bij de V60 alleen auto power safe staat. En bij de V80 heb je auto power safe, pump to ground balance en auto ID stability. Dat wil zeggen, als je de V60 neerlegt, dan gaat hij vanzelf in een soort power safe. Hij staat in rustmodus en dat heeft deze ook. Deze heeft alleen ook een pump to ground balance en dat houdt in dat je niets hoeft te doen tijdens het zoeken. Ga je gewoon even pompen en gaat hij automatisch ground balance doen. Bij deze moet je eerst het knopje indrukken, dan grondbalansen en daarna op oké drukken. Het is geen ramp,
is helemaal goed mee te zoeken. Er is niks mis mee. Is net als elke andere metaaldetector. Alleen deze heeft dat extra snufje dat je niet meer hoeft na te denken. Je hoeft alleen maar te pompen en te gaan. Auto ID Stability. Als je die aanzet en een target komt bijvoorbeeld op 53, 54, 55 binnen. En je gaat er overheen en je ziet hem steeds gaan wobbelen. 53, 54, 53, 55, 53, 54. Dan pakt deze een gemiddelde en geeft daar een goed VDI van. Dus je VDI-getallen worden iets stabieler. Goed. Nu we hier toch zijn, kan ik net zo goed eventjes vertellen wat er allemaal te zien is. Wat je ziet hier is de TX Power, de reactiesnelheid, de Ferrous Bias en de Gyro Sensor. Hier zie je in welk mode je zit. In dit geval is dat park. Als ik de onderste knop druk, dan ga ik kiezen tussen de frequenties. 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz en Hyper-Q. En dat is alles bij elkaar. Hier zien we een batterijtje. Hier zien we de verlichting. Een klok. En hier zien we de segmenten van de VDI's. Een bar. Hier kan je zien wat je uitgefilterd hebt. En hier in het groot zie je wat voor target je hebt. Hier zien we de sensitivity. Dus als we drukken gaat hij hoger of lager met de pijltjestoets. Wat er opvalt bij deze metaaldetector is dat vanaf de 70 krijgt hij een ander kleurtje. Hier is hij doorzichtig en hier is hij gekleurd. En dat komt omdat 70 de standaardwaarde is. Als je daarboven gaat zitten, wordt hij heel erg gevoelig. In sommige gevallen is dat heel goed en daarom zit het er nog in. In de meeste gevallen is dat niet zo goed, omdat hij dan gewoon echt veel te gevoelig wordt. En daarom is dit niet gekleurd. En kun je het beste kiezen van 70 en lager. Dan kan je natuurlijk denken van, ja, maar bij alle metaaldetectors is dat 100. Waarom is dat bij deze 70? Dat is omdat dat laatste stukje een soort overdrijf is. Dus een nieuwe manier van nadenken. Het geeft niet, maar dat is een beetje anders als dat je gewend bent. Als je in het menu komt, en het menu lijkt heel veel, maar het valt best mee, dan kan je door hier te drukken en dan kom je in een submenu. Dus discriminatie, TX Power, Recovery Speed en je eigen programma. Als je naar de tweede gaat, dat is Tones. Hoeveel tones wil je hebben? Dus als je daar één keer op drukt, dan kan je zeggen ik wil graag 2, 3, 5 of 99 tonen. Tone spaces, dus hiermee kan je dus zelf bepalen wanneer je welke toon in wil gaan. Dus wil je lage tonen verhogen, dus bij een VDI hoger dan 19, dat die dan laag klinkt nog, dat kan je heen en weer verschuiven. Dan kan je zelf je eigen schema instellen. En dan de toon pitches. Hoe hoog wil je dat die tonen klinken? Dus je kan zelf kiezen welk geluid je wil. En dan als laatste de toon volumes. Wil je dat alles even hard klinkt of wil je dat de lage tonen bijvoorbeeld wat lager klinken? En dat kan je allemaal instellen. Dan hebben we de Ferro Bias, dan hebben we de Threshold en de Gyro Sensor. En dan bij het laatste minuutje, heb je de display, de wireless audio, dus je kan je koptelefoon ermee connecten hier, factory reset en hier is informatie over je software. Waar zijn alle knoppen voor? Met deze knop ga je altijd naar het menu. Met deze knop heb je een pinpoint functie. Met deze twee ga je altijd op en neer en met deze select en deselect je. Dus naar boven, naar beneden, select, deselect, menu en pinpointer. Met deze in de rustmodus verander je van park naar beach naar gold. En met deze verander je de aantal kilohertz die je hebt. Wil je wisselen van all metal mode naar discriminatie mode, druk je de bovenste knop één keer lang in
En dan zie je hier vanzelf de balk vullend worden. Dat is all metal mode. En dit is discriminatie mode. Druk je de onderste knop lang gedrukt in, krijg je een noise cancel programma. Dit doet hij helemaal automatisch en zo scant hij de buurt af naar ongewenste signalen en die gaat hij uitzetten en zoekt hij een ideale frequentie om te zoeken. Dit is de pinpointer. Eén keer indrukken en je pinpointer staat aan. Eén keer indrukken en je pinpointer staat uit. Hou je je pinpointer ingedrukt, kun je handmatig grond balansen. En ben je aan het zoeken, vind je de verlichting wat minder. Je kan in het menu je display level hoger en lager zetten. Maar je hebt ook een soort snelkoppeling. Je kan hem één keer indrukken, dan wordt hij donker. En hoe vaker je hem indrukt, hoe lichter die wordt. Zes stapjes of zo. Hou je deze knop nou lang gedrukt in, dan gaat er een lampje branden aan de achterkant. En daarmee kan je dus je schotelverlichting aanzetten. Aan deze kant zitten ook nog twee knopjes en dat is je volume. Zet je volume wat harder, druk je gewoon de bovenste knop in. Zet je hem lager, gaat hij uit. En er zit dus ook nog een trillfunctie op. Deze bovenste knop heeft één functie, uit. En aan. Nou, dit was eigenlijk een korte video met een klein beetje de uitleg over de overeenkomsten en de verschillen tussen de Quest V80 en de Quest V60. Als je een keuze moet maken, helpt deze video misschien om te kijken wat je wel of wat je niet belangrijk vindt aan een metaaldetector en daardoor een keuze kan maken. Het kan een gamechanger zijn dat je bijvoorbeeld de koptelefoon veel fijner vindt. Het kan zijn dat je het belangrijk vindt dat er een volledige carbonsteel op zit, of dat je het juist helemaal niet interessant vindt. Een extra programma kan je overhalen om de een wel of de ander juist niet te kiezen. Het is maar om het even. Het is aan jou de keuze als je ervoor staat. En ik geef eigenlijk alleen de informatie waar je misschien iets mee kan. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.